Het oudste en nog werkende schep-rad-stoomgemaal draaide op 1 november voor de laatste keer dit jaar. Het gemaal is in 1975 gesloten. En nu is het vanaf zeg maar 1985, toen het weer in orde gemaakt was, gerenoveerd was, is het alleen op draaidagen geopend. En het is dus niet meer operationeel, het draait voor de show. Maar het laat wel goed zien hoe het al die jaren, vanaf 1850 tot 1975, gewerkt heeft. De kleppen hebben uiteindelijk de functie als sluisdeur. Als het gemaal uitgedraaid was, werden die kleppen neergelaten. En dan verhinderde dat het terugstromen van het water weer terug naar de ringvaart. Een meterman in een stoomgemaal doet niets anders dan kinderen, vooral kinderen, proberen de techniek bij te brengen. Want alles ter wereld kan je meten. En dat is ook meetbaar. En daarvan heb ik hier dus 10 of 11 verschillende meetapparaturen staan die ik dan kan demonstreren tegen de kinderen. Ik heb dus ook nog een apparaat daar staan. En dat is dus gemaakt van een oude videorecorder en een oude cassetterecorder en dergelijke. En dat loopt en dat kan je zelf bedienen, maar je kunt het maken. Dus ik stook ze op, ga eens met je opa of met je vader praten naar de schuur en die oude rommel en maak er wat van met je handen. De appel van Klokhuis heb ik hier staan. En dat is natuurlijk voor kinderen, ze zien dat op de tv. En ik meet dus de elektriciteit, dus de elektronenstroom in de appel, meet ik aan de buitenkant met een instrument. En dat zien ze. En ik laat ze het zelf doen, dus ze zien dat er geen flauwekul bij zit. Dat zijn van dat soort dingen. En zo heb ik een heleboel van die experimentjes zitten. We hebben 45 vrijwilligers en we draaien uitsluitend op vrijwilligers. We krijgen ook geen subsidies in die zin dat we betaalde krachten kunnen betalen, laten werken. Dus het is allemaal vrijwilligers, 45 vrijwilligers.